Hallo kijkers, welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nieuw de Remers. Het gaat niet goed. Ik heb zo een. Ik denk dat dat de prijs is van deze weekend landen. Ik ga pijnstillers innemen. En proberen ergens mijn rust terug te vinden. Want dat doet echt ontzettend pijn. Ik kan gewoon even niet meer. Ik wil jullie niet ook niet in de steek laten, kijkers. Dat wil ik ook niet. Maar ik ben wel bij de prijs ervoor aan betalen. Ik wil dan vandaag misschien nog eens iets heel anders doen dan dashcam beelden. Ik weet het nog niet, dus. Ik ga ook niet te lang in mijn bureaustoel zitten. Dat gaat gewoon momenteel niet. Het doet zo pijn. Ik wens dit niemand niet toe. En ik heb soms het gevoel dat ik niet word geholpen. Ik heb pijn. De schaal van 1 op 10 van pijn, 10 ernstig, 1 totaal geen pijn, 8. Zoveel pijn heb ik. Ik heb geweend. Ik heb zelfs al tegen die deur gewoon er tegen gezeten, zo op de grond. Voor te kijken als dat iets deed aan mijn rug, dat ik dan een rechte oppervlakte had. Doet allemaal pijn. Maar ja, ik kan jullie laten, want een pleitende psycho, dat willen jullie ook wel niet zien, hè. Is dat de tol van deze weekend? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, ik heb samen met mijn allerliefste schat van de wereld nog in een spelletje Rummikub gespeeld. En mensen, ik ga er ook even op zeggen. Wat wij doen in ons leven, moeten jullie ook niet vragen achter op Discord. Dus gelijk, hoeveel kost zo'n scherm, dit, dat. Dat zijn allemaal jullie zaken niet. Punt uit. Voilà. We hebben hier nog even Rummikub gespeeld. En raad eens wie weer al de big loser is. Jawel, die mens die hier pijn heeft. Ze spaart mij niet, hè. Ze spaart mij miljarden om de juur niet, hè. En nu... Ik heb mijn best gedaan om u te laten winnen, maar ja. Gehoord het, ze heeft haar best gedaan. Ja, ja, ja. Jawel, ik wou nog niet uitzien. En dan dacht ik, fuck hem alleen. Ja. Ja. En ik heb een woord gebruikt wat er eigenlijk niet een woord gebruikt. Maakt niet uit, dus. Maakt niet uit. Dat doe ik ook heel vaak. Zelfs als ik aan het livestreamen ben, dan zit ik ook soms redelijk veel te vloeken als het niet lukt. Toch? Mensen, ja. Heb je mijn scherm al laten zien hoe ik eruit zag als die aanstond? Nee, die ligt nu bij mijn papa. Maar die ligt nu bij papa. Ja, die ging daar nog eens naar kijken. Voor te kijken als ze me toch nog ergens kon redden. Maar ze heeft zelf gezegd, dat is... miniem.
Ja. Dus, ah ja. En mensen, ik weet ook dat er misschien wel wat mensen zijn die ook naar de voetbal gaan. Als jullie naar een stadion gaan voor voetbal gaan te kijken, gooi je alsjeblieft geen vuurpijl of maak alsjeblieft geen amok op straat en al. Want wat ik allemaal tegenwoordig zie op televisie van hooligans en al, dat is toch geen mooie beelden. Voetbal moet nog altijd een feest blijven. Oké, je hebt een loser en je hebt een winnaar. That's the game. That's the game. En zo verdient de ploeg een punt. En daarvoor... Oké, dan moet je wat droevig zijn als jullie hebben verloren. En dan blij zijn als jullie ze hebben gewonnen. Dan kunnen jullie goed feesten. Maar droevig, hou dan ook rustig. Van, ga dan niet de goede kunnen uithangen. Dank u. Ik zag het nu net op het laatste nieuws. Ja, het laatste nieuws, VTM nieuws. Waar ik daar zie van rookbommen dat er worden op veld worden gegooid. Ja, wat, je moet maar durven. En voilà. Ik ga me nu straks af aan klaarmaken om 2 uur, dus om 14 uur, aanwezig te zijn bij de dokter. Ik ben nu mijn schoenen aan het zoeken. Amai. En ik zeg het u. Het is geen pretje als je zoiets hebt in je rug. Nee. En het is ook geen fantastisch weer. Oh ja, juist. Zondag 13 oktober. Verkiezingen. Verkiezingen, 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 verkiezingen. En dan ga ik straks... Ik ga alles even nu eens alles gauw eens kijken nog gauw. Op de televisie, op mijn computer. Als, allee, hoe moet ik het zeggen? De stemtest, als die wat aangepast is. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, mensen, ik heb dus al eens even rondgekeken voor de stemtest. Ik heb die subiet al hoogstwaarschijnlijk al gestuurd. Het zijn 25 vragen. Dus kijken op welke politieke partij dat ik moet gaan stemmen. Want daar stond ook al een hele leuke vraag in. Die ik ook bij jullie wil stellen. Moet de straatverlichting 's nachts uit? Ja of nee? Dus niet op de expresswegen of zo. Of op de oude snelwegen. Maar die zijn daar ook al uit. Alleen maar op de oude op- en afritten zijn die nog aan. Maar moet bijvoorbeeld ook in de gemeentes, bijvoorbeeld de dorpkerkjes en al, zodat deze kleine straatjes de straatverlichting ook uitblijven. Laat jullie mening hier ook eens achter. Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat oké of vinden jullie dat niet oké? Dus zo wil ik die straatverlichtingen hier. Dus moeten die uit, ja of nee? Voilà. Sleutels terug overhandigd. Ik ga nu rustig in mijn auto stappen. Als het mij lukt, ja. Dit is hoe lang dat duurt, mensen. Vooral dat ik in kan stappen. Ik ben nu aan het concentreren. 1, 2, 3 auto's en ik ga daar toe. Wauw, geweldig. Allee. 1, 2, 3. Ouch. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Hey, kijk eens. Ik ga nu even de doosjes bij de doosjes, de deksels bij de doosjes leggen. Voilà. Mijn schatje is aan het filmen. En nu gaan we richting mijn, eerst naar de winkel toe en dan naar de kinesis toe. En ik zeg het u, ik heb heel veel last van mijn rug. Tot later allemaal. Yo. Ah ja, ik ben ook iets nog iets vergeten te zeggen.
Na de kinesist ga ik ook de stemtest doen. Want normaal gezien was het al hier twee fragmenten tevoren moeten gebeuren. Oh, je bent nooit vergeten te zeggen, uw mama, want je moet je eten opnemen. Ja. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Kijkers, en welkom nog een keer op de stemtest die ik ook vrijdag ook nog een keer ga doen voor jullie. Omdat van nu zondag is het dan weer al zover, dan mogen jullie allemaal gaan stemmen. Ik ga sowieso stemmen. Je moet niet gaan, het is deze keer niet meer verplicht, maar deze neer die gaat wel. Ik zal ook wat... Ziet dat is een vraag. De gemeente moet s'nachts opnieuw het licht aandoen. Ik zal daar ook dan zeggen van helemaal oneens, eerder één, oneens, eerder eens of helemaal eens op wat dat ik stem en waarom. Ga ik ook dan beantwoorden. Dus zo gelijk nu. De gemeente moet s'nachts opnieuw het licht aandoen. Ik ben daar helemaal oneens mee. Dus vanaf 12 uur s'nachts tot 5 uur s'morgens mogen de lichten voor mij apart continu uitblijven. Waarom? Dan zit er toch bijna geen kat meer op de baan. En plus, het is ook veel beter ook voor de milieu. Want dat zijn allemaal lichtdeeltjes die dan niet naar de ruimte gaan. Waardoor dat we ook een mooiere sterrenhemel ook gaan krijgen. Willen we weer al dat wij het, in Europa het felst verlichte land worden? Ik denk het niet, hè. En denk ook aan de kostprijs, wat daar de gemeente dan ook weer al mee uitspaart. En dat heeft dan ook weer al invloed op de belastingen. Bij deze. Dus ik ben er helemaal oneens mee. Dus dat de gemeente s'nachts opnieuw het licht moeten aandoen. Straten mogen onderbroken worden om het sluifverkeer te verminderen. Wat is sluifverkeer? Dat bijvoorbeeld als er op, bijvoorbeeld op een expressweg vielen is... Bijvoorbeeld hier, ik moet dat heel snel eens bekijken. Ik heb dat dus niet voorbereid. Sorry. Op de N80, als daar bijvoorbeeld tussen Sint-Lambrechts-Herik en bij Frans Belle en Ricord daar. Als daar file is, ja, dan pakken de meesten ook wel heel snel de N722. Dat is... soort sluifverkeer. Om over geprobeerd een file te vermijden. En dan mogen de straten dan onderbroken worden. Ik ben daar helemaal oneens mee. Om over van, dan creëert je op een andere plaats weer ook extra file. Dus bij deze helemaal oneens. Gemeentenpersoneel dat in contact komt met de burger mag geen hoofddoek dragen. Helemaal oneens. Waarom? Iedereen moet zijn eigen geloof mogen uiten. En het zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed. Ik zal het zo zeggen. Dus ja, het gemeentepersoneel dat in contact komt met de burger mag geen hoofddoek dragen. Ben ik helemaal joink oneens mee. De gemeenten... moet grote winkels buiten het centrum van de gemeente tegengaan. De gemeente moet de grote winkels buiten het centrum van de gemeente tegengaan. Ben ik eerder oneens, want grote winkels mogen ook toch wel in de gemeente komen. Dus die mogen toch ook wel een kans hebben. Maar dan moeten ze wel ook wel onderlinge afspraken maken, ook met de kleine handelaars, vind ik dan. Dus ik ben daar eerder oneens. Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeenten uitvoeren. Als je kunt bewijzen dat je achter jobs zit te zoeken, via de VDAB-website, of spontaan aan het solliciteren bent, of... je bent lessen aan het volgen en je ontvangt een leefloon, dan vind ik niet dat je echt taken moet uitvoeren van de gemeente. Dus dan ben ik wel eerder oneens mee. Er mogen parkeerplaatsen sneuvelen om plaats te maken voor meer groen in het straatbeeld. Jawel, eerder helemaal eens.
De gemeente moet een belastingskorting geven om bedrijven aan te trekken. Ja, dat vind ik ook. Omwille van wat ik ondervind is dat er redelijk wat bedrijven vertrekken van hieruit België. Bye bye! Richting buitenlanden, dat daar goedkoper is. Dus ja, ik vind dat wel dat er een belastingskorting dan moet komen. Omwille van dat dan die bedrijven ook het wijkpersoneel dan verder kunnen uitblijven betalen. Dus daar ben ik helemaal mee eens. En ik hoor dat Discord ook nog aanstaat, dus ik ga die even ook sluiten. Oké, er moeten meer parkeerplaatsen voor deelauto's worden voorzien. Wat zijn deelauto's? Dus dat je bijvoorbeeld een auto samenlijk deelt. En daarvoor moet er dan meer parkeerplaatsen komen. Ik ben er eerder eens mee. Ja. Voilà. De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden. Oh my god. Oké, daar ben ik wel helemaal eens mee. Oké, sorry, dan zet ik ook mijn eigen wel klein beetje schaakmat. Maar als ze maar de burgers ook daarmee kunnen helpen. En de drugsdealers ja, daar een klein beetje een straf mogen voor uitdelen. Maar zo bijvoorbeeld, als er coffeeshops zijn, dat zijn geen drugsdealers, vind ik. Omdat dat wordt door de staat dan wel gecontroleerd. En dan moet je ook wel, bijvoorbeeld als je wel drugs bij hebt, wel die staatslabel ook kunnen laten zien van bijvoorbeeld als je dat echt in een Belgische coffeeshop hebt gekocht. Dus ja, ik ben daar helemaal mee eens. Er moet in de gemeente hoger gebouwd worden, zodat er meer open ruimte voorzien kan worden. Daar ben ik helemaal ook mee eens. Omwille van, als er kleine woningjes continu blijven bijgebouwd worden, gaat ook meer en meer groen ook weer al weg. Dus het enige oplossing is dan in de lucht gaan beginnen te bouwen, dus appartementen beginnen te bouwen. Dus daar ben ik helemaal mee eens. Om bijkomende investeringen te doen, mag de gemeente de belastingen verhogen. Bijkomende investeringen ben ik eerder oneens. Er moet eerst wel gepraat worden van, kijk, waar de investeringen dan worden voor, bijvoorbeeld waar jouw eigen geld, dus de burgers hun geld, wordt er ook wordt ingestoken van de belastingen, wat de gemeente daar ook dan mee gaat doen. En dan pas voor te zeggen van oké, we gaan dan eens de belastingen eens voor één keer eens verhogen, dat we dat dan dit kunnen uitvoeren in onze gemeente, dat iedereen een klein centje dan daarbij draagt. Dan vind ik het wel eens. Dus ik ben er eerder eens mee dan eerder oneens, dus als er maar een gesprek kan overkomen. Verenigingen moeten gratis gebruik kunnen maken van gemeentelijke lokalen. Daar ben ik wel eerder eens mee. Waarom? Omwille van, dan kun je er ook meer sportcreativiteit en al uitbloeien in de gemeente en al. En dan vind ik dat ook weer al ook geweldig. Ook de sociale contacten komen dan weer al beter bij elkaar. Ja, dus ik vind dat ze dat wel helemaal gratis moeten maken. Ja, helemaal mee eens. We zitten al op 13 van de 25. Oké. Er moet streng opgetreden worden tegen fietsers die verkeersregels overtreden. Daar ben ik helemaal mee eens. Omwille van... dan ga ik even... Sorry als ik het ga zeggen, mensen. Jawel. Tussen de Grootstraat en de Stationstraat. Dus die kruising bij de Brouwerij. Hoeveel mensen die vanuit de Grootstraat door het rood licht daar rijden... En die van Stationstraat richting het centrum ook in... Waardoor dat er ook heel veel mensen daardoor ook nog altijd door rood blijven doorfietsen. Dus ja, er moet strenger dan worden opgetreden. Omwille van het is één... Om uw eigen veiligheid dat ik het dan over heb. Dus ik ben daar helemaal mee eens. Eigenaars van leegstaande gebouwen moeten daar niet op belast worden. Dat is iets voor de gemeentelijke, dat ze die gebouw ook dan kunnen
doorverkopen. Dus ik ben daar helemaal oneens mee. Ja. De gemeente. Wacht hè. Eentje terug. Maar de eigenaars van leegstaande gebouwen moeten daar niet belast op worden. Helemaal mee eens. Nou, zo moet het zijn, ja. De gemeente moet een kerststal plaatsen in het gemeentehuis. In de gemeentehuis. In het gemeentehuis. Ben ik helemaal oneens. Ja, daar ben ik helemaal mee oneens. Van, wij hebben een vaste locatie, dat is meestal ofwel bij de kerk ofwel bij daar de waterput. Ik geloof niet dat daar in een kerststal staat. Schiet mij niet door het, Alkeneren, waar de kerststal staat, maar niet in het gemeente. Dus daar ben ik helemaal oneens mee. De gemeente mag schulden aangaan om een grote investering te doen in de uitbouw van sport, spel en cultuurproject Alkenvallei 2030. Ben ik eerder oneens mee. Want heb ik er iets aan? Nee, dat moet eigenlijk dan zo'n goedkeuring komen. Dus eerder oneens. De gemeente moet zoveel mogelijk windmolens plaatsen in de gemeente. Helemaal mee eens, want dat is groene stroom. Groene stroom, daar ben ik altijd voor. Het loket van de gemeente moet langer open zijn. Hoe zit het dan nu met de openingsuren? Openingsuren, eens even kijken. Ja. Moet langer open zijn, helemaal eens. Er mag geen, want ik ga sowieso even erop. Maandag kun je dan maar terecht van 9 tot 12. Dinsdag van 9 tot 12. Woensdag heb je maar twee momenten. Van 9 tot 12, ofwel van 3 tot 7 uur 's avonds. En dan donderdag van 9 tot 12 en vrijdag van 9 tot 12. Als je een wijkende mens bent, kun je maar één keer per week naar de gemeentehuis gaan. Als je echt iets dringends nodig hebt, vind ik het wel heel erg dat je dan al eigenlijk altijd maar tot die ene woensdag kan wachten. Dus ja, die gemeenteloketten moeten langer open blijven. Er mag geen landbouwgrond meer vervangen worden door natuurgebied. Helemaal oneens. Helemaal oneens. Want landbouwgrond mag wel vervangen worden door natuurgebied. Hoe meer groen, hoe meer betere zuurstof voor de mensen. Hoe beter dat de mens ook wordt en hoe gezonder dat de mensen ook wordt. Voilà, ik ben er helemaal oneens mee. Ouders moeten kinderen met de wagen voor de school kunnen afzetten. Helemaal oneens. Bijvoorbeeld, ze kunnen ook bijvoorbeeld op een parking terechtkomen en van de parking een heel klein stukje te voet gaan tot aan de schoolpoorten. Waardoor dat aan de schoolomgevingen weer al veel veiliger wordt qua verkeer. Maar bijvoorbeeld, zet er dan wat slagbomen, dat er totaal geen verkeer door kan komen. Dat de mensen bijvoorbeeld van de parking rustig ook bijvoorbeeld over de weg en al kunnen oversteken en al voor de kinderen veilig en wel op de speelplaats af te leveren voordat de schooltijd begint. Dus ouders moeten kinderen met de wagen voor de school kunnen afzetten, helemaal oneens. Voor de veiligheid met de politie meer camera's inzetten, ben ik helemaal mee eens. Want dat gaat weer al tegen de inbraak gaan en dat vind ik top. De gemeente moet haar school in eigen beheer houden. Ben ik ook helemaal mee eens. Moet die dan hier alle scholen dan eigen beheer behouden? Ja, ik vind het van wel. Helemaal mee eens. Dan als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCW bij de kinderen aankloppen. Dat vind ik helemaal oneens. Gewoon van de rusthuisfacturen, doe er alsjeblieft iets aan, want die lopen de spuitgaten uit. Oké, ik weet dat alles duur is, dat de rusthuis ook de verwarming, de personeel, de medicatie en al ook een gedeeltelijke moet betalen. En dan komt dat ook allemaal eens terecht op de kap van de bewoners. En de bewoners moeten dan daar ook nog hun eigen woning dan daar ook nog van betalen. Ik vind,
dat dan de OCMW daar een steentje moet bijdragen, ofwel eigenlijk de overheid. De overheid moet er eigenlijk iets aan doen, omwille van als de kinderen ook een lage inkomen hebben, waarvan moeten de kinderen dan nog kunnen overleven? Want het leven wordt maar elke dag duurder en duurder en duurder. Stel dat de kinderen ook maar een lage inkomen hebben. Waar gaan ze dan dat geld ook weer halen? Bijvoorbeeld als de kinderen bijvoorbeeld een appartement of een huisje ook maar huren, zo'n kleintje. En dan moeten die ook in één keer de rusthuisfactuur ook dan nog eens erbij opbetalen. Ik denk dat ze dan wel volledig dan wel op straat staan. En dat is ook eigenlijk dan niet de bedoeling. Want zo houd je ook je eigen volk, zet je dan eigenlijk letterlijk en figuurlijk op straat en je helpt hem dan daar niets bij. Je helpt hem alleen maar daar de dieperik in. En 9 van de 10 kansen gaat dan ook naar de verkeerde kant toe. Dat mensen naar de verkeerde gedachten dan ook krijgen van te doen en al. Dan heb ik het over zelfmoord plegen en al. Dan gaat dat ook weer al meer en meer gaan toenemen. Nee. Ik vind het dus helemaal oneens ermee. Dat is dus mijn volledige mening over die rusthuisfacturen. Voilà. Alken moet fusie aangaan met Hasselt. Laat alsjeblieft Alken Alken zijn. Damn you. Echt waar. Want Alken die moet niet veranderd worden. Echt waar, niet. Want wij hebben... Wacht, hè, ik ben nu even... Want ik wil ook geen verkeerde informatie geven. Want wij hebben al Alken... zoals Lambris Herik, die hoort bijvoorbeeld ook bij Alken. Dan hebben we nog Alken Terkoest, Sint-Joris, Ulbeek, Wellen en Wimmertingen al. Dat is de nabijgelegen kernen. Maar Terkoest en Sint-Joris, dat is wel van Alken, dat weet ik wel. Maar Ulbeek ben ik niet zo zeker van. Dus even eens kijken, hè. Alken deelgemeenten. Eens even kijken. Dorpskernen. De gemeente heeft geen deelgemeentes. Naast Alken Centrum liggen op het grondgebied nog 2 andere dorpskernen. Sint-Joris en Terkoest. Voilà. Alken Centrum ligt in het oosten van de gemeente. Tegen Hasselt en Wellen. Het is de oudste en de grootste dorpskern van Alken. Het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal, het jeugdhuis, het OCMW en de meeste winkels en instellingen zijn hier gelegen. Ongeveer de helft van de inwoners van Alken, ruim 5600, woont in Alken Centrum. Voilà, alstublieft. Bij deze zijn jullie ook meer geïnformeerd. Dus Alken moet een fusie aangaan met Hasselt? Nee, helemaal oneens. De gemeente moet zelf meer kinderopvang organiseren. Eerder eens, ja. Ja, helemaal eens eigenlijk. Want als je een gewone werkende mens bent, moet er toch ook wel kinderopvang zijn. Dus de gemeente moet dan wel ietsjes meer gaan beginnen investeren, ook in kinderopvang. Dus helemaal mee eens. Op wie komen we dan uit? Eens even kijken. Blijf op de hoogte. Nee, sla over. Mijn resultaat gaat uit. Oh my fucking god. Dat is een heel andere beslissing gekomen naar mijn vorige stemtest. Nu staat momenteel vooruit met 67% en dan absoluut Alken met 64%. Daarna groen met 60%, 35-70, ik ga een klein beetje naar onder scrollen. Dus dan heb je 35-70 Alken met 55%. En dan nog eens de N-VA met 51%. Dus vooruit staat momenteel dus aan de leiding, juist voor de verkiezingen.
Volgende pagina. Met deze partijen kom je meest en minst overeen. 16 van de 15 instellingen en bij de N-VA 12 van de 25 instellingen. Oké. Amai, oké. Ja. Dus hier zie je dus alle antwoorden. Dus ik heb daar eens heel rustig laten scrollen. Dus je hebt hier ik. Dan heb je vooruit. En dan N-VA. Dus als je iets rustiger het wilt bekijken, zet het dan even ook op pauze. En dan kunnen jullie alles bezien. Dus de eerste kolom is van mij. De tweede kolom is voor vooruit. De derde kolom is van de N-VA. Voilà. En dat, dan zijn we aan, dus blijkbaar beland. Dan wil ik ook wel de absoluut Alke erbij hebben. Omhoog van, daar zit ook wel nog iemand heel leuk bij die ik ook heel graag heb en al. Dus even kijken, licht s'nachts uit doen. Aandoen, die zijn absoluut voor. Ouch. Waar gaan we dan telkens keer tegen de minheid? Sluif een keer verminderen? Ja, oké, okay, groen en groen, ja. Maar wel, daar hebben we hetzelfde. Leefloon. Ja. Meer groen in plaats van... Ja, oh. Wil je geen meer groen hebben? Absoluut Alken. In Alken? Kom aan. Belastingskorting voor de bedrijven? Allee, kom aan. Alle drie tegen. Waarom? Omhoog van, dan trek je toch bedrijven aan. Oh my god. Optreden tegen drugsgebruikers. Allemaal voor. Oh my god. Dat gaat nog iets geven. Dat gaat nog iets geven. Ja. Voilà. Ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten van deze geweldige stemtest. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Ik wens iedereen, maar ook iedereen, nog een prettige dag nog verder toe. En tot later allemaal. Tot morgen. Voor een nieuwe vlog, hè. Tot later allemaal. Yo. Ah ja. Yo. Yo.